Gidschipper, een paar uur na je gouden race, want zo mag ik het wel noemen. Je wint hier Challenge Almere Amsterdam. En met overtuiging, wat voor dag was het voor je? Nou ja, ten eerste was ik eigenlijk helemaal niet van plan om mee te gaan doen tot anderhalve week geleden. Kreeg ik een brain fart en dan had ik zoiets van ja, waarom ook niet eigenlijk? Maar ja, een slechte voorbereiding blijkt bij mij kennelijk heel goed uit te pakken. Ik heb al een keer eerder een hele gedaan op Hawaii. En daar was eigenlijk alles nieuw om ooit een keer een hele te gaan doen. Het resultaat dat ik daar had, dat wilde ik hoe dan ook onder. En ik had zomaar het idee van ja, het moet kunnen onder een uur zwemmen. 180 kilometer fietsen onder de 5 uur moet kunnen. En een marathon wielen in 2 uur moet ook kunnen, maar het moet wel lukken. En er stond gewoon veel wind. Meer dan ik had verwacht eigenlijk. Daardoor was mijn fietsen toch wel een 10 minuten, een kwartiertje langzamer dan ik had gehoopt. Zit dat dan gelijk in je hoofd op dat moment of valt dat mee? Nou, ik had zoiets van, daar ga ik het beste ervan maken. Die 8 uur, die sub 8 die ik eigenlijk in mijn hoofd had, had ik al een beetje laten varen. Van ja, de kans dat ik dat ga halen met deze wind was gewoon niet zo groot. Het moest wel echt alles mee gaan zitten. En je fietst constant 36 gemiddeld en tegen wind. Ja, is dat gewoon wel heel hard hoor, om het vermogen te houden. En het kost dan te veel energie. En je doet ook eigenlijk alles alleen, hè? Want ik zat net naar de uitslagenlijst even met je te kijken. En die nummer 2, die zit bijna 4 uur achter. Ja, maar goed, überhaupt mag je natuurlijk al niet steren. En tijdens het wielen wist ik dat ik echt wel duidelijk sterker zou zijn dan met fietsen overigens ook wel en met zwemmen ook wel. Maar dan de andere 2 atleten. Dus dat ik alleen zou racen, maar dat was wel duidelijk. Maar ik heb er wel van genoten. Ik hou echt van lange stukken waar ik niks of niemand tegenkom. Lang, rechtuit, gewoon constant. Dat vind ik mooi. Geef mij de afsluitdijk maar heen en terug. Dan ben je in Almere echt wel op je plek. Wat dat er gaat wel, behalve de wind. Maar goed, ik woon in Noord-Holland. Daar staat ook altijd wind. Alleen de stukjes zijn meestal wat korter. Daar is wat bochtiger dan hier. Hoe fijn is het nou eigenlijk dat je deze overwinning pakt in zo'n geweldige tijd? Nadat je ongetwijfeld naar Tokio misschien wel teleurgesteld bent. Nou ja, je moet er niet te vaak of te veel achterom kijken. Het was inderdaad teleurstellend, maar wat ik in Tokio liet zien, de 4e plaats, doet altijd zeer. Ik had mezelf echt wel op het podium gerekend. Ik miste daar het vermogen, de kracht die ik normaal gesproken heb, die ik hier wel absoluut had. Vooral ook met zwemmen merkte ik gewoon dat ik kon gewoon constant goed door blijven zwemmen. Met fietsen, de eerste ronde van 90 kilometer ook harder gefietst dan ik had verwacht. En eigenlijk ook iets harder dan ik had berekend. En de tweede ronde, ja, daar heb je toch wel wat meer energie verbrand dan je eigenlijk had moeten doen. Die viel dan daarin tegen, maar goed, ik was onder de 5 uur en dat was dan toch wel een subdroompje zeg maar in het hele triathlon. Ik ben happy, ik ben echt happy. Korte conclusie dus eigenlijk van vandaag is, het kon eigenlijk niet beter, gewoon een prachtige dag. Ja, maar het is ook gelijk voor het laatst. Ja, echt waar? Ja, ik heb, na Hawaii heb ik nog een keer gebracht, ik wil nog een keer een triathlon doen onder de 8 uur. En ja, per toeval eigenlijk, laat maar, is dit natuurlijk het WK in eigen land. Relatief vlak, je hebt een paar viaducten, het zal een paar meter hoogteverschillen zijn. Jammer zeg maar, ja, het liefst ook zonder wind, want dan kun je echt op tempo racen. Maar nee, ik denk niet dat ik het ooit nog een keer ga doen. Dat zeg je nu wel, maar als ik naar je kijk heb ik het idee dat je het toch nog een keer gaat doen. Ik zet een kommaatje, laten we de naam maar, geen punt. Geniet van je overwinning. Ja, dankjewel.